Op donderdag gaat Sina de ecologische tour op met een wekelijkse toffe tip voor een vrije tuin zonder gif. Ieder jaar in de lente probeer ik de eerste maaienbeurt van mijn gazon zo lang mogelijk uit te stellen. Ik hou van dat frisse groen. En door het langere gras kan het lagere mos minder goed groeien. Minder mosgroei dus. Ik bemest mijn gazon ook niet. En daardoor gaat het gras minder snel groeien. Lagere plantjes, zoals madeliefjes, steken overal hun kopjes nog op. Aan de randen vind je ook vergeetmenietjes en hondsdraf en pinksterbloemen, zelfs viooltjes. De hemelsblauwe draadterenprijs heb ik er zelf in geplant. En die kruipt met zijn fijne stengeltjes overal door het gras. Zo zie je maar, in een gazon dat niet bemest wordt, kunnen nog heel wat bloempjes groeien. En daardoor heb je meer kleur, minder werk, kan je meer genieten van je tuin en daar dient een tuin voor.